Damien, ik zou zeggen, steek een tandje bij, want uh, jij gaat zelf binnenkort commentaar geven. Ja, ja leuk, leuk brugje, inderdaad. Ja, ik, ik heb het al een, een tijdje dat ik het wel weet, maar nog niet helemaal bekend mocht maken. En ik dacht, wat is nou een betere timing als ik met twee commentatoren zit, om dan bekend te maken en gelijk tips te vragen. Want op 7 juli is de NDB Masters, dan uh, ga ik daar commentaar bij geven. Ze dus zien als het goed is op icons. Kan, misschien dat het op YouTube is, dat weet ik, ik echt niet, maar is in ieder geval... Voor de Nederlandse dartbond is het. Um, ja, dan wordt het hele to toernooi wordt dan s ochtends voor mij gespeeld. En dan vanaf z'n middags de kwartfinale zullen we op livestream zijn. En dan uh, kunnen jullie mij horen. Er zullen af en toe waarschijnlijk wat mensen aanschuiven. Maar in principe moet ik het ook alleen doen. Dus dat is voor darts natuurlijk ook wel iets uh, unieks. Dus ik ben benieuwd of jullie goede tips hebben voor me. Gewoon je jezelf zijn. Uh, ja, jezelf zijn, Damien. Je, je, zijn uh, je, je, is in koor. <laughs> Ja, je moet gewoon uh, uh, doen wat je doet. Je, je bent uh, bij wat uh, Duits betreft. Uh, je bent op de hoogte. Uh, dat, dat, uh, je bent vlot uh, ter taal. Dus uh, ik zou gewoon mezelf zijn en uh, je ding doen zoals je dat hier doet. Okay. Voilà, dat is de gouden tip dus. Top. Dank jullie wel. Dat, uh, dat, nou, ik, ik heb in ieder geval wel een beetje... Een beetje spannend het is het wel natuurlijk. Zo voor het eerst. Dus, uh, maar ik heb er wel in ieder geval hartstikke veel zin in. 7 juli dus. Ja. dus uh, 7 juli. mensen in een ja, succes. Dat... Ja, dankjewel, ja, dankjewel. We zullen ja, denk ik op zo nog wel een linkje delen... Waar het dan uh, te zien ja. is. Toch, Matthias? Yes. Dus zullen we zullen dat met belangstelling volgen. En, uh... Kijk. Kijk. Wat is goed Wie dan? weet... Dat zei Ola ja. Roelofs ook toen hij uh, aan... Uh... Erik uh, meegaf dat hij dat misschien eens zag zitten. En ik denk zes weken later zat hij bij ons in de studio. Dus. Ja, daarna nou, Ga gaan we inderdaad. Um,